En dat is natuurlijk een tijd die er wezen mag. Dan gaan we naar Marieke Stam. En we gaan praten over het Nederlandse vrouwenschaatsen daar in Japan. Met Van Gennep thuis, ziek, had de KNSB geen echte kanshebster voor Japan. Stam rijdt hier overigens tegen Erwina Ries uit Polen, die zich helemaal voorbereid had op dit kampioenschap. Wat is er te zeggen over de Nederlandse deelnemers? Molhuizen viel op de eerste dag op de 1000 meter, maar zette wel een persoonlijk record neer op de tweede dag. Daar mag je tevreden mee zijn. Ingrid Haringa als invalster reed een onopgemerkt toernooi in de achterhoede, maar scoorde wel een zeer opvallende 42-36, een persoonlijk record op de 500 meter. Maar haar 1:30:33 vandaag bijvoorbeeld was 10 seconden langzamer dan de winnares Stanke. Dan kijken we dus weer naar Stam en die voldeed gewoon. Dat mag je ronduit zeggen als je 13e wordt in dit veld en als je geen sprinter bent en je maakt twee persoonlijke records op zo'n toernooi, 42-07 op de eerste dag op de 500 meter en dan deze rit in 1:24:13, dan heb je voldaan, dan heb je goed gepresteerd en dan zit er een stijgende lijn in. Ondanks alle bijtende kritiek van buitenaf dat een 13e plaats niet telt. Natuurlijk, Ries is sterker en een viertal Oost-Duitse rijders sterker. Blair is sterker, Hashimoto is sterker. Maar wij hebben geen sprintende vrouwen. En Stam komt dan goed weg via deze rit. Volgend jaar overigens maar twee deelnemers.